Welkom weer bij deze Labyrinth napraatsessie. Zoals elke week gaan we ongeveer een half uurtje door over de uitzending die je net gezien hebt. Met maar liefst 3 wetenschappers vandaag. En jullie kunnen je vragen stellen via Twitter of chat. Via Twitter met de hashtag Labyrinth. Labyrinth zonder H. Hekje Labyrinth. Of via chat. Dat kan via die knop op de site. Ga naar de Twitter chatpagina en stel daar je vraag. Dus je hebt niet eens een Twitter account nodig. Vandaag in de studio zitten Karel ten Kate, om daarmee te beginnen. Gedragsbioloog aan de Universiteit Leiden. Bezig met communicatie bij dieren en je doet onder andere onderzoek naar de zangontwikkeling bij zebravinken, die we ook in het eerste deel voorbij hebben zien komen. En je bent ook bezig met de overeenkomsten tussen vogelzang en taal. Hè? Ja. Dat klopt. Ja. Spreek je nou zebravinks? Nou, dat is lastig om dat te zeggen. Je moet eigenlijk de zang van zebravinken zien als meer als de klank die wij met spraak ook produceren. Dus je kan horen of een dier jong of oud is, of het een mannetje of een vrouwtje is, uit wat voor gebied die komt. Net zoals je dat met spraak kan doen, maar veel meer valt er niet aan te begrijpen. Het speelt een rol bij de partnerkeus. En hoe mooier een dier kan zingen, hoe aantrekkelijker die kan zijn voor een vrouwtje. Ja, maar echt een taal die je kan echt leren een taal spreken. Met woorden en die verschillende betekenissen hebben, dat is niet te vergelijken. Dat is het niet. Nee. Komen we zo meteen ongetwijfeld nog verder over te spreken. Naast jou zit Asfa Majid, onderzoeker aan het Max Planck Instituut in Nijmegen. En jij bent onder andere bezig met het verband tussen taal en perceptie en menselijk denken. En we zagen je ook met het onderzoek over geurbeleving in Maleisië. Een van de dingen waar je mee bezig bent. Je doet dat vanuit de psychologie. Je zei in de uitzending ook dat er wereldwijd 6000 talen zijn. Dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, 6000 talen. It's an approximate number, I guess. I mean, for many of these languages, we don't know anything at all, as you heard. So I think one of the things that's exciting for us is trying to learn more about these languages that we don't know very much about. Oké, dus het is ongeveer nog 6000 talen. Wat ik vergat te zeggen is dat je uitstekend Nederlands verstaat, maar Engels spreekt. Dus we gaan ervan uit dat jullie dat ook goed kunnen volgen. Naast jou zit Mark Dingemansen, ook onderzoeker aan het Max Planck Instituut. En we hebben jou net gezien met je onderzoek naar Siwu, de taal van de Mawu in Ghana. Prachtige woorden al meteen. Je bent taalwetenschapper en je spreekt zelf ook Siwu, toch? Ja, dat ben ik nog steeds aan het leren. Ik ben daar nu bijna een jaar in totaal geweest, verspreid over 5 reizen. En elke keer leer ik de taal weer een stukje beter. Kun je even iets zeggen in het Siwu? Hoe klinkt dat? Nou, dan zou ik jullie moeten groeten. Loyami, Mirekpo. En dat betekent, hebben jullie goed geslapen? Voelen jullie je sterk? Prachtige taal. Ook alles over het Siwu kun je vragen over stellen. Dat kan dus via Twitter, hashtag Labyrinth, Labyrinth zonder H. Of via chat als je geen Twitter-account hebt. En ik krijg hier de eerste vragen al binnen, dus ik begin meteen. Bart die vraagt, hoe denken doofgeboren mensen? Denken die in beelden of in plaatjes? Weten we daar iets van? Dus mensen die taal nooit hebben kunnen horen. Als we zeggen dat taal ons wereldbeeld zo beïnvloedt, hoe zit dat met mensen die doof zijn geboren? Misschien dat Mark daar... Één ding wat we weten van doofgeboren mensen is dat ze wel vaak taal leren, namelijk gebarentaal. Dat weten we uit onderzoek eigenlijk ook gewone taal, alleen in een andere modaliteit, in gebaren, gezichtsuitdrukkingen enzovoort. Dus woorden hebben daar een andere vorm, ze hebben geen klank. Maar ze bestaan uit gebaren en combinaties van handgebaren. Maar omdat het ook gewoon een taal is, kun je ook dus verwachten dat ze voor een deel ook in taal denken. Dat hun denken dus voor een deel ook talig is. Dus, maar moeten zij dan ook, want Asfa, je hebt daar ook onderzoek naar gedaan, geloof ik. Of in ieder geval, je hebt daar ook je in verdiept. Moeten ze dan ook gebarentaal om zich heen zien om dat te kunnen leren? Of ontwikkelen ze dat vanzelf? Moeten mensen die doof geboren zijn, hebben die ook gebaren om zich heen nodig om die taal te leren? Yes, so we know something about the development of a sign language where there hasn't been a sign language available as well. So if you're lucky enough to be born to deaf parents, then you will probably have access to a full language. But if you're unlucky,
But you have the opportunity to speak, to hang out with other people that also don't have the sign language. We know it develops very fast. So from some work in Nicaragua, we know within 3 generations you can have a fully productive and complex sign language that now an outsider won't be able to understand at all. Ja, dus ook als je ouders zelf nog geen gebarentaal kennen, op een gegeven moment kom je dan in aanraking met gebarentaal en leer je het toch wel. Is dat een beetje hoe het... Yeah, absolutely. Oké, Theodorus die vraagt, wat zegt dit onderzoek nu over het leren van een vreemde taal? Beetje een brede vraag misschien, maar kunnen we daar iets over zeggen? Het leren van een vreemde taal hangt er een beetje vanaf wat voor, hoe vreemd de taal is. Hè? Voor mij is het heel makkelijk om Duits te leren. Veel moeilijker om het Siwu te leren. Dus wat het onderzoek zegt, het is een brede vraag zoals je zegt. Eén ding wat het onderzoek wel uitgewezen heeft is die klankschilderende woorden waar ik onderzoek naar heb gedaan. Die zijn niet... Of laat ik andersom zeggen, die zijn makkelijker aan te leren dan andere woorden. Omdat er in de klank van die woorden al iets zit van de betekenis. Dus die zijn voor mij als buitenstaander ook net iets makkelijker te begrijpen dan gewone Siwu-woorden. Dan nog is er altijd wel een bepaalde taalspecifieke eigenschap. Dus moet je altijd toch weer wel in die taal zitten om het echt helemaal goed te leren spreken. Maar sommige woorden zijn dus makkelijker te leren dan andere woorden. En wat voor woord is dan makkelijk in het Siwu? Nou, bijvoorbeeld, ik denk dat jij, als ik jou de keus geef tussen de betekenissen. Als ik jou zeg, er is een woord in het Siwu, chokwe, chokwe. En ik vraag jou, wat betekent het? Betekent het iets valt met een klap? Of betekent het een zagende op- en neergaande beweging? Wat zeg jij dan? De zagende op- en neergaande beweging. Ja. Dus zo simpel kan het zijn. Ja. Het is dus in sommige gevallen makkelijker om bepaalde woorden te leren. Maar het leren van een vreemde taal is altijd een enorme uitdaging. Ik denk zelfs als je met zebravinken bezig bent, je moet altijd weer je eigen bril afzetten en proberen na te denken op een volledig nieuwe manier. Ja, hoe zit dat bij de zebravinken? Kun je spreken bij dieren van taal eigenlijk? Wat is de overeenkomst tussen de zebravinkenzang en de menselijke taal? Nou, die overeenkomst zit vooral in de structuur. Hè. Dus net als menselijke taal is het zo dat die zang van zebravinken bestaat uit losse onderdeeltjes. Je zou het kunnen vergelijken met spraakklanken. Zo heb je ook verschillende noten in die zang zitten. En die noten zijn op een bepaalde manier gerangschikt. Dus er is een structuur aanwezig. Net als een grammatica in de taal. En je kan dus op een gegeven moment daar parallellen tussen bekijken. Van hoe ontwikkelt die structuur zich bij de mens en hoe ontwikkelt zich die structuur bij die vogeltjes. En dat is een manier waarop je die dingen onderling kan vergelijken. En een andere overeenkomst is dat zang van zangvogels, zoals zo'n zebravink, nou dat hebben we ook in de documentaire gezien, die wordt geleerd en er zijn hele specifieke hersengebieden bij betrokken. Net zoals dat het geval is bij taal en taalontwikkeling. Het wordt op jonge leeftijd geleerd tijdens een gevoelige periode. Maar zeggen zebravinken ook iets tegen elkaar? Kunnen ze tegen elkaar zeggen van, hey, ik heb honger? Nee, dat soort dingen zitten niet in. Dus zij gebruiken die complexiteit om indruk te maken op bijvoorbeeld vrouwtjes. Hè, een mannetje die heel gevarieerd zingt. Dat is waarschijnlijk alleen maar mogelijk om dat goed te kunnen doen als hij in een goede conditie is. Dat betekent dat er iets uit die zang afgeleid kan worden over de kwaliteit van zo'n mannetje. En daar reageren de vrouwtjes dan weer op. Dus op die manier kunnen zij de beste partner. Maar ze gebruiken het niet in die zin om te communiceren zoals wij met elkaar communiceren. Nee, ze vertellen elkaar geen verhalen. Ze wisselen geen dagelijkse belevenissen uit. Hoe doen de zebravinken dat dan? Want die moeten toch wel iets met... Ze communiceren wel met elkaar. Ze communiceren wel. En ze hebben ook verschillende type geluidjes. Dus er zijn ook alarmgeluiden. En daarmee kunnen ze elkaar opmerkzaam maken op een of andere roofvogel of zoiets dergelijks. En dat zijn dieren die in groepen rondtrekken en ze hebben ook geluidjes waarmee ze elkaar in de gaten kunnen houden en dus onderdeel kunnen vormen van zo'n groep. Maar ja, dat zijn eigenlijk geen geluiden waarvan je kan zeggen van ze staan voor bepaalde woorden of ze hebben een rechtstreekse betekenis. Maar wel, ik ben tevreden of er dreigt gevaar of ik voel me niet goed. Het is meer een signaal van hier ben ik. Dat of vooral. Dit ben ik. Ja. Of zo ben ik. En de ontvanger moet dan maar weten wat hij daarmee doet.
En is dat dan een manier hoe menselijke taal zich ook ontwikkelt? Is dat, zien jullie daar een parallel met de menselijke taal? I think that's what something that's really special about human language is that it varies in form that we heard, so in the sounds that we have, but also in the meanings. And so our job is to try and figure out how all of these different sounds can possibly map onto all of the possible meanings. So you saw in the program, out of all of the things that we experience, only some of them are pulled out to put into words. And some languages choose some of those things, and other languages other aspects of experience to put into meaning. And that's just something that we're beginning to scratch the surface of. What are the regularities for the things that can be packaged into meaning? Are they completely different from language to language? Are there some principles behind them? That's what we're trying to find out. Ja, je zegt eigenlijk van alle dingen die we zouden kunnen beschrijven in de wereld, elke taal doet dat weer op zijn eigen manier. En we zijn nog aan het onderzoeken welke dingen welke talen beschrijven en hoe dat in zijn werk gaat. Misschien een leuke vraag van Ilse meteen die daar mee te maken heeft. Is er een woord op de wereld wat iedereen begrijpt en waar iedereen dezelfde betekenis voor heeft? Gosh. Nou, zoiets als mama of zo. Dat soort dat is een kandidaat. Dat is een good example. Universeel, ja. Een andere kandidaat komt voort uit recent onderzoek in mijn onderzoeksgroep. Ik denk dat een goede kandidaat is. Wij hebben vergelijkend onderzoek gedaan in 20 verschillende talen. En is daar dat blijkt echt een woord? Huh? Of geldt dat als een woord in de linguistiek? Wat zeg jij? Dat is precies natuurlijk de interessante onderzoeksvraag. Als iedereen het zomaar van nature begrijpt, is het dan nog een woord? Dus dat is in zichzelf al iets heel interessants. Maar in ieder geval weten we van dat woord of die klank, dat het bijna overal op dezelfde manier gebruikt wordt. Huh. Met dezelfde betekenis. Van, ja. Huh? Wat zei je? Zeg dat nog eens. Dus dat heb je ook gezien bij de... In het, ja hoor, in het Siwu is het ook zo. Daar zeg je, ha. Huh? Okay. Dus dat, dat mama werkt. En huh als woorden. Nou, mooi antwoord voor de vraag van Ilse. René vraagt, ik vraag me af waarom mijn nichtje van 3, die in het Gronings wordt opgevoed, toch Nederlands spreekt. Hoe zit het precies met taal en verschillende dialecten? Kunnen jullie daar ook iets over zeggen? Ik weet niet wat de vraagsteller bedoelt met in het Gronings wordt opgevoed. Want als dat nichtje Nederlands spreekt, dan is het zeker ook dat in haar omgeving Nederlands wordt gesproken. Ik neem aan dat haar ouders dan Gronings spreken consequent. En, Ze moet het ergens oppikken. Dat ja, is... ja. Het lijkt me onmogelijk dat zij Nederlands praat als ze in een omgeving zit waarin echt alleen Gronings wordt gesproken. Ja. Dat is heel onwaarschijnlijk. Dus ergens moet toch die blootstelling zijn geweest aan dat Nederlands. Het zij van speelgenoten of van ouders of van andere mensen. Dat hoeft dus niet per se van je ouders af te komen, dat als het maar in je omgeving... Nou, het is vaak wel zo dat er een sociale band moet zijn met degene waar je taal van leert. Dat is ook een overeenkomst met die vogels trouwens. Die leren ook niet alle klanken die om zich heen zijn, nemen ze op hun zang. Alleen de geluiden die gemaakt worden door de individuen waarmee ze veel optrekken. En dus dat kunnen de ouders zijn of nestgenoten of andere individuen waarmee ze heel veel in aanraking komen. Ja, want anders als je naast een bouwterrein woont, dan ga je bouwterreins spreken precies, of zo. Precies. Ja. Hebben dieren ook dialecten eigenlijk? Of zebravinken, laten we het daar bij houden. Dat is misschien makkelijk. Nou, dat is wel interessant. Dat hebben ze inderdaad. We hebben zelf wel eens onderzoek gedaan aan vinken op verschillende eilanden in de Atlantische Oceaan. Dus Canarische eilanden, Azoren en andere plekken. En dan zie je dat die vinken, die allemaal tot dezelfde soort horen, dat die op die verschillende eilanden hele duidelijke verschillende varianten van vinkenzang produceren. En het is ook zo dat wanneer je het geluid wat ze op het ene eiland maken, als je dat afspeelt op een ander eiland, dan zie je dat die dieren daar veel minder op reageren dan de zang van dat eiland. Ja, dus ze verstaan het wel, maar ze denken, wat is dat voor een... Ja, precies. Het die klinkt niet van buitenlands, hier, daar, zeg maar. Daar reageren we niet op. Ja. Rogier, die vraagt, het schijnt dat perceptie van kleur ook verschilt bij mensen, ook als ze dezelfde taal spreken. Hoe is dit dan in dat onderzoek van taal te verklaren? Ja, ik zet even de vraag om me in te laten werken. De perceptie van kleur verschilt sowieso bij mensen, zegt hij eigenlijk. Maar goed, het onderzoek gaat over dat wij überhaupt woorden voor kleur hebben en andere culturen en talen niet, toch? Dat is een goede vraag voor jou, of niet? Individual differences in color perception, and despite that, can you still do research into color terms?
So one of the things that language does is it aligns people even though there's differences. So there's some very good modeling work that shows that when you have two agents that cannot communicate with each other, but are perceiving the world, they can come to very different representations of that world. But once you have language, it brings you more in a line. So even though there are individual differences, to be able to communicate, there has to be some alignment. We can't just use the words for anything, otherwise we wouldn't be able to communicate. Now, there's interesting cases where there's really something different going on. So say you're colorblind and you can't distinguish between reds and greens, then how can you still nevertheless communicate? And it turns out there's a lot of structure within language that gives you good guesses. So we know, for example, that grass is green, but tomatoes are likely to be red and so on. So there's clues from just words and how we use words together that helps to figure out what the meanings of some of these words might be. But if we had to distinguish two colours and we had no other clues, we just had these colour chips, then there'd be a problem. Voor kleurenblinden, als je alleen maar de kleuren zelf hebt zonder enige context, die hebben moeite met die kleuren onderscheiden. Yeah. Maar je zegt het feit dat we misschien blauw op een verschillende manier zien, het feit dat we hebben afgesproken dat die kleur blauw heet, betekent dat we het toch over hetzelfde hebben. Yeah. Oké, nou, dat was dan het antwoord voor Rogier. Sandra heeft een vraag voor Mark Dinnemansen. Hoe communiceerden jullie met elkaar bij aanvang van het onderzoek naar het SIWU? Goede vraag. Er zijn allerlei technieken voor die je als taalwetenschapper leert. Je kunt bijvoorbeeld wijzen, dat werkt overal. Met sommige mensen kon ik daar ook Engels praten, want in Ghana is het Engels een van de officiële talen. Maar met degene met wie dat niet lukte, kon ik dus gewoon wijzen naar dingen. En een van de eerste dingen die ik probeerde te leren is, hoe heet dit? Hoe noem je dit? Want dan kan ik wijzen en dan kan ik zeggen, een dasemakbare. En dan krijg ik daar een naam van. Vervolgens zet ik twee glazen naast elkaar. En dan zeg ik, dasemakbare. En dan krijg ik het meervoud van glazen. Dan weet ik hoe ik de meervoud moet maken. En dan kan ik vervolgens op iets anders dat meervoud toepassen. En kijken of ik dat goed heb. En zo leer je stukje bij beetje, zo bouw je eigenlijk de kennis van de taal op. Vanaf nul. En hoe lang doe je daarover? Nou, want deze taal was nog niet beschreven op een manier zoals jullie hem willen beschrijven, neem ik aan. Dat was nog geen woordenboekje voor het... Helemaal niks. Er was geen woordenboek, geen grammatica. Een paar verdwaalde woordenlijstjes van een paar honderd woorden hoogstens. Dus ja, je begint echt vanaf nul. Dan kom je in korte tijd best een eind. Zeker als je er voor langere tijd bent. Ik was er de eerste keer ook 3,5 maand. Toen heb ik meteen heel veel... opnames gemaakt, heel veel woorden opgeschreven en heel veel proberen te leren over de taal. En elke keer als ik terugkom, leer ik weer een beetje beter. Een vraag van Anna. Hoe zit het met het categoriseren van geuren en textuur wanneer we een tweede taal leren? Ik vind het ook een beetje een ingewikkelde vraag, maar ik zie jullie knikken. Dus, I think it depends what your first language is like. So, for an English or a Dutch speaker where we have very few abstract categories for smells, so when we talk about smells, we talk about whether they're fragrant or stinky, and maybe there's a couple of other words in there, but they're very infrequent. There, I think, we're sort of ready for some more categories. So Jahai, the language that I work with in Malaysia with my colleague Nicholas Bernholt, we've been able to see that there's about 12 or so categories that are dividing up the world in a way that we don't have, I think, interfering with it. I think it's different if you already have a system in place and now you're having to learn a different system. So if you already have a colour vocabulary and now you have to learn something where the boundaries are slightly different, there's going to be more interference perhaps from your first language. Dus je bedoelt dat het juist moeilijker is op het moment dat jij gewend bent om in kleuren, om kleuren in je taal te hebben en een andere taal heeft ook kleuren, dat het dan juist moeilijker is om die te leren? If they're different.
So imagine if the color categories are exactly the same, then you just have to learn a new sound that goes with that category. But the color categories aren't always the same, so the boundaries can be in different places. And now you have to learn, well, these things that I used to call green and these ones that I used to call brown, they go together, but these other things that I call brown, they should be separate. So you have to learn to divide up the world in a different way. Yeah. And that can be harder. En dat gebeurt dus. Dus sommige talen hebben inderdaad dit is groen en dat is bruin. Maar andere talen hebben deze groen en bruin, dat is één kleur. En die andere kleur bruin is net wat anders. Right. Nou, dat maakt het inderdaad ingewikkelder. Er werd ook gezegd in de uitzending dat Nederlands goed is in kleuren. Hoe zit dat met het Nederlands? Waar zijn we nog meer goed in? Welke woorden zijn nou in het Nederlands typisch wat je in andere talen minder vaak tegenkomt? Nou, ik zou allereerst zeggen dat het Nederlands niet zo heel bijzonder is, omdat het deel uitmaakt van een hele grote taalfamilie, de Indo-Europese taalfamilie, waar heel veel andere talen ook nog in te vinden zijn, die een beetje erop lijken. Maar daar moet ik dan meteen aan toevoegen dat het ook wel heel interessant is dat die talen weer allemaal op subtiele manieren van elkaar verschillen. Maar desondanks, ik vind het moeilijk om te zeggen waar is het Nederlands echt goed in. Dat is misschien wel het moeilijkst om juist te zeggen over je eigen moedertaal. Nou ja, misschien dat Asma iets kan zeggen over wat zij nou een typisch Nederlands woord vindt waar je in het Engels geen equivalent voor hebt. Oh, I don't know if I could say that. I mean, I think I think rather than talking about where language is better than another, there's just different ways of doing it. So if you have more or less words for color, it doesn't necessarily mean one is better. It means, you know, better for what is the question. Laat ik het anders stellen dan. Kunnen wij in het Nederlands dingen omschrijven die veel anderstaligen niet zo subtiel kunnen omschrijven of niet kunnen omschrijven? Volgens mij is een voorbeeld wel als je in Engeland bent en het regent daar. Die hebben meer benamingen voor verschillende typen regen, nattigheid dan wij hebben. I think it rains more here. Het regent hier misschien wel meer, maar volgens mij wel minder termen ervoor. Maar misschien ook andersom. Zijn er nou, want we hebben het al gehad in ieder geval over geuren. Dat kun je in andere talen beter uitdrukken dan in het Nederlands of misschien wel dan in de Indo-Europese talen. Welk deel van de wereld missen wij eigenlijk doordat wij in onze taal opgesloten zitten? Welke zintuigen kunnen wij niet zo goed uitdrukken als anderstaligen? Ja, ik zou me toch verzetten tegen je formulering, welk deel van de wereld missen wij? Want we weten dat we allemaal in dezelfde wereld leven en dat we allemaal dezelfde zintuigen hebben. En dus dat we in ieder geval potentieel allemaal dezelfde ervaringen hebben. Nou, het is natuurlijk een heel interessante vraag in hoeverre die ervaringen worden gemodificeerd of gestructureerd of beïnvloed door taal. Maar ik zou niet durven zeggen dat je echt iets mist als je ergens niet de woorden voor hebt. Je kunt er misschien, het is misschien moeilijker om erover te praten als je ergens niet de woorden voor hebt. Maar we weten dat mensen creatief zijn, dus in een mum van tijd kun je wel weer nieuw vocabulaire ontwikkelen om ergens over te spreken. Dus ik ben altijd een beetje allergisch voor verhalen als deze taal heeft 40 woorden voor dat en die andere taal niet. Omdat het eigenlijk veel interessanter is hoe woorden gebruikt worden in het leven van alle dag. En wat dat zegt over hoe wij in de wereld staan. Dus niet hoe meer woorden een taal heeft, hoe complexer het wereldbeeld van die taalgebruikers? Nee, niet noodzakelijk. Woorden is bovendien ook niet de enige maatstaf. Je grammatica kan ook enorm complex zijn, moeilijk in de zin van moeilijk om aan te leren. En daarin kunnen talen ook weer verschillen. Ja, wat maar je geeft misschien iets aan van het belang wat wordt gehecht aan bepaalde onderwerpen. Als een onderwerp echt heel van levensbelang is, je moet allerlei subtiele kleuren kunnen onderscheiden om de juiste vruchten te kunnen plukken in het oerwoud of zoiets dergelijks. Ja, je moet niet die rooien hebben, maar die rooien, zeg maar. Ja, maar precies. Dan verschil. Dan kun je je voorstellen dat er een heleboel verschillende woorden gaan spelen. Ja. Dat wil niet zeggen dat andere mensen die kleuren niet opmerken, maar het is gewoon zo dat het voor hun minder belangrijk is om dat onderscheid te maken. Ze zien het wel, maar het is minder relevant. I think there might be worth making a distinction between
things that we can describe and the things that we do sort of ordinarily, so most of the time. And what we do most of the time seems to be a shortcut to how we think about things most of the time. So although you can think of things that we don't ordinarily think or describe things in ways that you wouldn't ever necessarily do, I think the sort of habitual ways of doing things, there is evidence that they do influence things differently. So to give you an example, we know the middle traffic light in the Netherlands, we call it orange. Yeah. But if you're in Germany, they describe it with the word for yellow. And we know that the colour is the same because there's EU norms that say what the actual colour ought to be. And we've done some experiments to show that for an ambiguous colour on a traffic light, Dutch people perceive it or make a decision. They say that it's more orange than German speakers do for exactly the same colour. So they are... the words are the same, and the colours actually seem to be the same as well. But in this context, you expect it to be a certain colour. That's the way that you describe it, and that's the way that you say that it looks to you. Ja, dus in die zin ook gewoon een afspraak binnen een taal. Van in die context gebruiken we dat woord, ongeacht of het het juiste woord is misschien voor zo'n kleur bijvoorbeeld van het oranje licht. Een vraag voor Karel van Bernard. Zijn er ook diersoorten die kunnen categoriseren? Ja, zeker. Dat kunnen onder andere... hebben we het dan over dat indelen in groepen, zeg maar, van woorden. Hè? Woorden voor bijvoorbeeld kleuren of... Ja, dat kunnen ze zeker. We hebben bijvoorbeeld zelf een keer een experiment gedaan met zebravinken. En die leerden we om het onderscheid te maken tussen de menselijke woorden wit en wet. En die woorden werden door verschillende sprekers gezegd. En waar ze dus heel goed toe in staat blijken te zijn, is om ongeacht wie het woord uitspreekt, alle wet in één categorie te stoppen en alle wit in een andere categorie. En je kan ze trainen met mannenstemmen die verschillend zijn en die wit en wet zeggen. En als je dan op een gegeven moment vrouwenstemmen laat horen, dan weten ze nog steeds dat onderscheid tussen wit en wet te maken. En dat kunnen ze alleen doordat ze die woorden gecategoriseerd hebben. Maar hebben ze ook in hun eigen taal, zeg maar, dat soort onderscheid? Nou, dat zou kunnen. In elk geval hebben ze dus kennelijk het vermogen om dat soort categorieën te maken. En er zijn ook wel allerlei andere experimenten met dieren gedaan. Bijvoorbeeld duiven die je plaatjes laat zien. En als op ieder plaatje een boom te zien is, en de bomen zijn heel verschillend, dan zie je dat ze toch een categorie boom lijken te vormen. Dus ja, dat categoriseren, dat is kennelijk iets wat al heel breed aanwezig is bij allerlei diersoorten. En wat wij kennelijk gebruiken bij taal, maar wat dus ook in andere contexten gebruikt wordt. Ja. En welke dieren zijn nou echt talig, voor zover je daarvan kan spreken bij dieren? De mens. De mens is de meest talige dier, per definitie haast. Weten we dat zeker eigenlijk? Want kun je een taal altijd wel herkennen dan bij... Jawel, dus van een heleboel diersoorten is bekend in wat voor situaties en wat voor soort geluiden maken en hoe die structuur in elkaar zit. En dat maakt al heel snel zichtbaar dat die variatie daarin veel minder is dan zoals het bij ons is. En door geluiden te laten horen aan dieren kun je ook een idee krijgen van ja, hoe reageren ze erop? Wat betekent het voor ze? Ja. En dan zie je dat allerlei subtiliteiten waar wij heel gevoelig voor zijn, en die dus bij ons een enorme variatie aan reacties kunnen geven, dat bij die dieren dat veel minder het geval is. Ja, dus mensen zijn gewoon heel erg bezig met taal en dieren hebben andere vormen van communicatie. Ja, ze reageren wel op geluiden, maar... Prioriteit gegeven zou precies. Je kunnen zeggen, ja. Ja. We zijn er bijna doorheen, dus als je nog vragen hebt, hekje Labyrinth op Twitter of via de chat. Ik heb in ieder geval nog een vraag van Bas, die wil weten, als ik meerdere talen spreek, zie ik de wereld dan ook anders? Ach zo. Ik zou zeggen, dat hangt er vanaf welke talen dat zijn. Zie ik de wereld echt anders als ik Duits en Nederlands spreek? Misschien heel subtiel, maar misschien niet heel erg. Maar als je Nederlands, Engels en Siwu spreekt? Misschien. Maar dan moet ik wel het Siwu echt heel goed spreken. Hè. Dan moet ik me heel goed kunnen inleven in het spreken van die taal. Dan moet ik nog veel meer ervaring hebben dan ik op dit moment heb met het spreken van die taal. En dan zou het eigenlijk beter geweest zijn als ik in Kawu, het land van de Mau, waar ze Siwu spreken, was opgegroeid. Want dan zou ik het Siwu echt goed geleerd hebben.
Maar ja, dan mis je weer die Nederlands. Ja, maar dus het is een heel interessante vraag of mensen die tweetalig opgroeien, daar dan wel bepaalde verschillende effecten van ondervinden. En? Is dat zo? Of? Nou, dat is niet mijn specialiteit, onderzoek naar tweetaligheid. Dus dat zou ik zo niet durven zeggen. En het is ook weer zo dat heel vaak als mensen tweetalig opgroeien, dan zijn dat twee talen die toch ook wel weer een beetje aan elkaar verwant zijn. Dus ik weet niet, er is vast onderzoek naar, maar daar kan ik me niet over uitlaten. Weet je niet precies. Misschien, dat was een vraag die al eerder werd gesteld van entiteit. Kan een Westerse baby even makkelijk een Afrikaanse taal leren als een Afrikaanse baby? Is er nog verschil in die zin, in aangeborenheid of... Nee. Daar hebben we ook enorm veel bewijs voor, bijvoorbeeld van adoptie. Het is duidelijk dat de mens in potentie elke taal kan leren, afhankelijk van waar die opgroeit. En bij dieren ook? Just to say, the same for sign languages. I mean, so any language you can learn. A hearing person can learn sign language, it is well attested. So two deaf parents can have a hearing child who learns sign language as their first language and then learns a spoken language later. Oké, en bij zebravinken, als je een zebravink bij een aanverwante soort, ik weet niet of er zoiets is, maar spreekt hij dan een andere dialect of misschien een andere taal, zebravinks, om het zo maar te noemen? Ja, maar dan ben je dus bij een andere soort bezig, hè? Terwijl het hier gaat over variatie binnen één soort bij de mens. Maar je kan een zebravink of een gewone vink bij een andere soort laten opgroeien. En dan zie je dat hij daar inderdaad elementen van overneemt. Maar dus ook dat voorbeeld wat ik eerder noemde van die vink op de Atlantische eilanden. Als je een vink zou transplanteren van het ene eiland naar het andere eiland. Als jong of als ei. Ja. En daar laat opgroeien, dan gaat hij geheid het liedje zingen wat op dat andere eiland gebruikelijk is. Dan spreekt hij de dialect van dat Canarische eiland. Ja, dat is binnen de eigen soort en die variatie is heel makkelijk te leren. Misschien nog twee vragen, want die van Vera vind ik ook nog wel heel leuk. Wat doet schrijven met onze taalervaring? Is er een verschil met talen die geen schrift kennen? Probably. Probably, waarschijnlijk. Weten we daar al iets van? One thing is that there's different writing systems. So even within writing systems we know that there's differences. So... speakers is people who read a Chinese language which has characters, so a single character can depict a whole word. You have to learn them separately rather than like with separate letters which you then have to put together to get a word. We know that speakers of Chinese, when they read, different parts of the brain are active. So when we read, it seems to be a bit more on one side of the brain, but for Chinese speakers, both sides of the brain seem to be active. Dus dat is een verschil inderdaad tussen Chinese karakters die één woord aanduiden en de Nederlandse taal bijvoorbeeld, waarbij je verschillende letters gebruikt om een woord te construeren. Dat doet iets anders in je hersenen. Yeah. Maar als we het hebben over het verschil tussen taal met of zonder schrift? Yeah, so I think there's likely differences in some aspects. So, so there's some kind of clear things that seems to make a difference. So we seem to have larger lexicons when we have writing systems. A larger lexicon is more meer woorden. Words, yeah. Sorry. Yeah. But there may be trade-offs. So if you speakers from communities without a written culture, they use oral tradition to pass along knowledge, so they can be complex stories that you have to learn by heart because you can't read them. So they can be transmission of very complex chains that may have consequences for how you learn just verbal material and how you can store it in your head. So it's like having, you know, a Bible, a whole Bible verbatim in your head, and then passing it on to a next generation who can then learn it, which we don't seem to do anymore in a literate community. Ja, dus je zegt, het is meer de manier waarop je een taal leert. En het feit dat als je geen schrift hebt, dat je dingen heel erg in je hoofd opslaat. Hele verhalen, wat wij niet meer doen. Maar het is niet noodzakelijk, heeft niet noodzakelijk invloed op de taal zelf. Of hoe die taal is ingericht. There might be indirect effects. So there's research now that suggests that languages that have very large populations, like English, may have simpler structures
than languages that are spoken in smaller communities with only a few hundred or a few thousand speakers. So the idea is that when there's very large languages, maybe because of second language learners, or maybe because you're communicating in a different kind of way, there's some aspects of the language that become simpler. So some aspects of the syntax, maybe the grammar, may become simpler than if you're in a small scale language where the communication works in a slightly different way. Ja, en schrift helpt weer bij het verspreiden van een taal, waardoor je dat effect misschien eerder krijgt dat een taal eenvoudiger wordt. Dat is wat je zegt. Maybe indirectly, yeah. Een laatste vraag, want we zitten er weer doorheen, van Peter. Wat is het leukste woord in het Siwu dat Mark kent? Oh, dat is een moeilijke vraag, want er zijn enorm veel leuke woorden. Ik vind één woord... Je mag ook een paar. Ja, nou nee, ik vind één woord heel leuk, omdat ik eerst dacht dat het iets anders betekende. En dat is het woord sini, 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 sini. Ik dacht eerst dat het gewoon iets was dat glad was. Maar na verschillende sprekers gevraagd hebben, kwam ik erachter dat het eigenlijk iets is dat heel fijn geweven, heel dicht op één geweven betekent. Dat is natuurlijk ook glad. Maar het is, bovendien zegt het iets over de textuur en over de structuur van een stof. En dus ik vond dat, ik vind het een leuk woord gewoon omdat het goed klinkt. Maar ook omdat het een soort voorbeeld is van hoe je er eerst naast kunt zitten. Met een bepaalde oppervlakkige betekenis. En vervolgens toch kunt leren hoe complex het woord eigenlijk is. Ja, je zat niet, eigenlijk je ook niet met verkeerd, het leren van maar taal. Het was gewoon genuanceerder dan jij in eerste precies. instantie dacht. Ja. Ja. Nou, ook leuke vraag, Peter. Dank jullie wel allemaal voor je vragen. Volgende week weer een napraat, dus dan kun je weer vragen stellen. Alleen niet meer aan Karel ten Katen en Asfa Majid en Mark Dingemans. Dank jullie wel voor het hier zijn. Dank je wel ook Florentien Sterk voor het selectie van de vragen. Volgende week gaat Labyrinth over Nederland van onderen, zou je kunnen zeggen. Hoe sommige delen van ons land langzaam wegzakken. Ook naar aanleiding van Nederland van boven, de serie waar jullie ook vast allemaal naar kijken. Dat is om 9:50 weer op Nederland 2. En Labyrinth Radio gaat ook over dat onderwerp. Zondag tussen 8 en 9 op Radio 1. Hopelijk tot volgende week. Dank jullie wel.